Ja, je moet het gewoon even opzoeken. Ja, dat fragment van die Jair met premier Schoof. Ja, voor het Katshuis. Ja, geweldig. Prachtig fragmentje. Het zat in Renze. En ja, je moet het echt even kijken. Want hoeveel misverstanden waren daar niet aan de gang, zeg. In dat hele korte videofragment. Ja, het lijkt wel een soort politiek BNB vol liefde. Ja, wat een toestand. Want het ging er dus over dat eigenlijk had Schoof dus de schoollezing, weet je wel, van de week. Hij heeft Omtzigt dat gedaan. Die had hij dan zullen doen, maar dat is op het laatste moment afgeblazen. En daar had dus kennelijk was tegen Schoof gezegd, beter niet doen nu. Nee, schrijf dat maar een jaartje op. Zeg dat maar lekker af. Nou, zoiets meer is het niet geweest. Nou, en die Jair, die komt gelijk met die vraag over waarom bent u niet, u zou de schoollezing doen. En je zag gelijk de paniek in de ogen bij die Schoof. Ja, weet je wel, bekende hert in de koplampen. Ja, oh. Dus die zie je schrikken. Daar hebben we het eerste misverstand. De persafdeling, zij zijn persvoorlichters, hadden hem niet voorbereid op deze vraag. Ja, die hadden gewoon moeten zeggen, luister, dat kan eraan komen over die schoollezing. En daar doe je gewoon een beetje luchtig over. En dan zeg je, ja, ik heb hem wel gedaan, maar thuis voor mijn vriendin. En die vond hem goed. Punt. Zo'n soort antwoord. En dan was het klaar geweest. Nee, hij bleef me daar maar ongemakkelijk antwoorden. En toen kregen we het andere misverstand. Dat die Jair, die dacht bij zichzelf, ik heb hier een wereldprimeur. Jair, ja. Jair, die is daar eigenlijk alleen maar om te zeggen, om te vragen van, had u melk in de koffie vandaag? Die, weet je wel, ja, meer niet. Maar die dacht ineens van, ja nee, ik zit bovenop het nieuws, nou, ik heb beet. Nou, het ging alleen maar over of hij wel of niet schoollezing had, ja hier. Het ging helemaal nergens over. Intussen blijft die Schoof maar ongemakkelijk doen. En die Jair die blijft maar doordouwen. En toen in één keer, vrienden, in plaats van dat daar dan iemand van de persvoorlichting eventjes Jair keurig op zijn schoudertje tikt en zei, hey, we zijn ermee klaar, dit is meer dan genoeg. Nee, toen kwam er, die was er niet. Dus toen kwam er ineens iemand van de beveiliging. Woep! Ja, en die trekt die Jair weg. Ja. En Jair, ja, die speelt de verontwaardigde verslaggever. Die zegt, ja, kijk, dit is even gebeuren in Nederland. Dus ja, oh. Maar ja, als je alles zo bekijkt, dan denk je toch, wat ongemakkelijk allemaal, die Schoof. Ongemakkelijk. Ja, hij heeft ook de persoonlijkheid van een theezakje, vrienden. Ja, een nat theezakje eigenlijk. Ja. En dan denk ik, ai. Stel je voor, het is chaos in Nederland. Stel je voor, er is een noodtoestand. En hij komt in het torentje, die Schoof. En die zegt, maakt u zich maar geen zorgen. Gaat u maar rustig slapen. Nou, de beste mensen. Bij Schoof, ik doe geen oog dicht. Nee. Ik zit op de rand van mijn bed. Met zulke ogen als een uil. Ja. Oh, het gaat nog wat worden met Schoof.